Vandaag in de podcast John van de Heuvel. John heeft veel over grote drugsbazen en andere criminele geheimen gedeeld die ze waarschijnlijk liever geheim wilden houden. Vroeger werkte hij als politieagent, nu is hij journalist bij de Telegraaf en hij heeft een eigen productiebedrijf. Dames en heren, John van den Heuvel. Welkom allemaal, jongens en meisjes, dames en heren. Jullie die kijken of jullie die horen bij de podcast Wat kan er nou gebeuren? Met tegenover mij Reda Saleh en onze gast. Ik wilde zeggen onze hoofdgast, we hebben maar één gast. John van den Heuvel. John, goed dat je er bent. Ja, leuk dat je er bent. Zeker, we vinden het een eer. Welkom bij deze podcast. Wat kan er nou gebeuren? Wij informeren, we motiveren en we inspireren. Alles op het gebied van herstel, over drugsgebruik, over noem het maar op. En jij als crimefighter, maar ook programmamaker, schrijver. Wat ben je allemaal niet, John? Wat ben je allemaal niet? Wat doe je niet? Ik ben meer niet dan wel. Oh, je bent meer niet dan wel. Ja. Ja. Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk journalist. Journalist. Zo ben ik begonnen, althans in de journalistiek, als misdaadverslaggever. Ja. Maar inmiddels zijn er wat meer dingen bijgekomen. Ja, presenteren en een eigen productiebedrijf. Ja. We maken dus ook allerlei producties, onder andere voor Videoland, maar ook voor televisiezenders over crime. De laatste serie is De Jacht op de Mokromafia geweest. Ja. En ik schrijf natuurlijk al, 32 jaar voor de Telegraaf. 32 jaar ben jij. Ja. Hey, en daarvoor was je agent. Je bent begonnen als diender. Gewoon als agent in Amsterdam-Oost, onder andere. Oké, okay. Ik kom uit Amsterdam-Oost. Opgegroeid op de Nieuwmarkt. In de tijd, dat was dus begin jaren 80. Nou, dat weet jij dan ook wel. Dat zal misschien voor jouw tijd, ik weet niet hoe oud je bent, maar je ziet er jonger uit dan ik. Probeer een klein beetje in die microfoon te praten, John, of niet? Ja, ziet er jonger uit. Ja. Ik denk dat jij ergens rond eind 30. Dankjewel. Wauw. Ja? Ja. Ik ben 47. 47? Ja, 47, okay. Ja. Oké, okay, nou ja, dan heb je nog wel een stukje van de slechte tijd van Amsterdam-Oost meegemaakt. Ja, zeker weten. Ik heb het echt zien veranderen. Ja, ja, ik heb het. Want toen ik daar als agentje, ik was 19 jaar of 18 toen ik bij de politie begon. 19 toen ik in Oost op straat ging werken als agent. Mm-hmm. En toen had je de hele Indische buurt, ja, dat was echt gewoon een soort no-go area. Ja. Met hele verslavingspanden en junkenhollen en noem maar op. Dus ik heb het wel in de loop der jaren allemaal gelukkig zien verbeteren. Ja. Maar dat was echt... Ja, dat was echt de slechtste tijd, denk ik, in Amsterdam qua verslavingsproblematiek. Ik kwam uit een boerendorp, dus wij kenden dat niet. Amsterdam was gewoon de grote boze stad. Maar woonde je in Amsterdam? Ben je een Amsterdammer? Ja, van origine wel opgegroeid in Eindhoven, maar op mijn 18e dus weer teruggegaan naar Amsterdam om bij de politie te gaan werken. Oké. Okay. En ik woonde ook in die wijk. Ik woonde in de Retiefstraat in Amsterdam. En dat is echt de Indische buurt, dus dat, ja. Nou, Retiefstraat is meer richting Afrikanenbuurt. Afrikanenbuurt, dat is weer Tuchlaweg. Ja, precies. Ja, daar. Tuchlaweg, ja. En ik kwam daar wonen. En tegenover mij zat een honk van een jeugdbende, de Oostbabies. Ik zal het nooit vergeten. De Oostbabies? Ja, die wijkagent had gezegd, ja, er komt nu boven jullie een agent wonen om jullie in de gaten te houden. Nou, lekker dan. Dus de eerste keer dat ik die straten kwam rijden, stond die hele groep gasten stond voor de deur. Hey, we steken straks je belden lek, hè? Ik denk, lekker. Van je collega's moet je het hebben. Ja. Hey, dat was de Transvaalbuur. Transvaal. Ja. Heftige. Hele heftige buurt. Heftige, heel veel krekpanden ook daar in de buurt. Hè? Ook Amsterdam-Oost, maar ook de Transvaalbuurt. Dat is op een gegeven moment echt veranderd. Ik heb er op school gezeten vroeger, maar ik heb het echt zien veranderen. Het is op een gegeven moment gewoon echt één drugshol geworden. Ook vooral die boksen daar zo op de Tuchlaweg. Ja. Ja. En wat was dan je meeste bezigheden daar? Wat was het meeste? Ik werkte vanuit bureau Eitenol. En bureau Eitenol, en daar viel Amsterdam-Oost en ook een deel van het centrum onder. En ik was gewoon bij de surveillance dienst. Dus wij reden meldingen af in een golfje. En dan werd je opgeroepen. En dan moest je daar een burenruzie of een zelfdoding of een ongeluk of overlast van een kraakpand of drugsproblematiek. Dat soort dingen. Eigenlijk gewoon het reguliere politiewerk. Maar ik vond dat wel heel boeiend en interessant. Want je werd wel in heel snel tempo gewezen op wat er allemaal kon gebeuren natuurlijk in zo'n grote stad. Je dacht, wat kan er nou gebeuren? Ja, nou jezus, we hebben daar echt gekke dingen meegemaakt hoor. En echt ook wel moeten vechten voor ons leven. Ik woonde dan op de hoek Retiefstraat, Smitstraat. En aan de andere kant had je Café Pretorius op de Pretoriusstraat. Nou, daar kwam een zootje gaaiers bij elkaar. Ja.
En als je weekenddienst had, ieder weekenddienst moest je wel een keer naar Café Pretorius, omdat er een knokpartij was. En dan moest je soms echt vechten voor je leven, hoor. Ja. Dan, dat was een goede leerschool. Ja, maar je woonde daar ook in de buurt? Ja, ik woonde daar 50 meter vandaan. Had je nog geen last als je zeg maar in Burger weer was? Dat ze nou, zei, hey, op een gegeven moment ben ik naar die Oostbaby's gestapt. Van, ja. Om maar een beetje uit te leggen van wat ik daar kwam doen. En dat ik daar kwam wonen. Niet om hun in de gaten te houden, maar gewoon om daar te werken. En ik kreeg eigenlijk een hele goede band met die gasten. En op een gegeven moment was het zo, om 3 uur moest ik dan beginnen naar mijn bureau. En dan kwamen ze om 2:30 naar me toe, kwam er eentje naar me toe van, hey, kan jij eens opzoeken of ik nog in het opsporingsregister sta? Ik zei, ja, ik zeg, weet je wat je doet? Rij maar gewoon mee. En die stapte in mijn auto en dan gingen we naar het bureau en dan ging ik opzoeken of hij nog, toen had je nog niet echt de computersysteem, maar moest je echt in zo'n dik telefoonboek moest je gaan kijken of iemand gezocht werd. Ja, en dan nam je mee naar het bureau. Oh, wauw. Ja. Nou, wisten ze ook dat je half Marokkaans, want je bent half Marokkaans, hè? Ja, maar ik heb dat lange tijd wel een beetje, ja, ik wil niet zeggen verzwegen, maar ik vond niet de stilhouden. Ja, stilhouden. Ja. 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 Nee, weet je, dat is uiteindelijk. En mag ik vragen waarom? Ik heb daar wel eens met vrienden ook van toen over gehad, ook vanuit mijn jeugd, waarom ik dat eigenlijk verzweeg. Want mijn moeder had me dat wel verteld toen ik een jaar of 16, 17 was. Toen kreeg ik eigenlijk te horen van ja, je stiefvader is niet je echte vader. Je biologische vader is iemand anders. Ik zei, ja, dan wil je weten, ja, wie is dat dan? Ja, dus dat was een Marokkaan. Oh, oké. Maar dat past op dat moment niet helemaal in mijn beeld van stoerheid. Ik voelde me een soort van bastaard, wat je natuurlijk ook bent, maar ik hing dat niet aan de grote klok. En ik heb me daar 16... dus eigenlijk best wel een beetje voor geschaamd. Niet eens zozeer van dat Marokkaanse, maar meer dat je dus van een vader was die niet meer in je leven was. Ja, nou, ik snap dat. En was dat pas toen je 16 was, toen je erachter kwam dat het niet je echte vader was? Ja, want mijn ouders gingen toen scheiden. En toen hadden ze denk ik toch, of althans, zowel mijn vader als mijn moeder hadden zoiets van, ja, nu moeten we toch wel gaan zeggen van dat hij dus niet een biologisch kind is van zijn vader. Voelde je verloochend? Een beetje wel, ja. Ja, kan ik heel goed begrijpen. Nee, ik kan me dat gesprek nog wel goed herinneren. En dat was in de auto of all places. Hoe vertel je het iemand? Ja, en toen vertelde mijn vader dus van, nou, ik ben niet je echte vader. En dat was, ik voelde me wel echt belazerd. Ja. Een beetje ook het gevoel van, maar dan nog 10 keer erger toen ik te horen kreeg van Sinterklaas bestaat niet. Zoiets. Ja. Zo, dat je weet je dat je toch zo'n denk van, nou, ze hebben me toch al die jaren in de jarenlang, ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat je dat hebt verwerkt? Nou, best wel een paar jaar. Want ik heb echt ook daarna wel een vervelende tijd gehad. En ook, ik bleef zitten op school. Ik ging spijbelen. Ik ging eigenlijk wel een beetje rare dingen doen. En ik heb toen ook mijn vader een paar jaar niet meer gezien. Omdat ik eigenlijk een beetje boos ook was. En ik was boos op mijn echte vader. Die dan me eigenlijk. Dus, je zit midden in de puberteit. Dus, ik heb ook altijd wel daarom wel begrepen. Dat voor mij is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. En ik wilde graag bij de politie. Dus dat was voor mij wel een motivering. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat je als je in zo'n fase zit, dat je op een gegeven moment wel een beetje naar de andere kant gaat neigen. En dat je denkt van het interesseert me allemaal niet meer. Dus ik heb daar best wel dicht tegen aangezeten. Wow. Toen. Maar goed. Ja, je zegt dat sommigen verdoven hun pijn. Weet je? Ja. Jij had een uitlaatklep misschien bij de politie dat je daar die kant op ging. Maar dat je hoort wie je... Ik kan me dat voorstellen. Ik ben opgegroeid in Eindhoven. En eigenlijk drugs speelde daar toen in die periode niet zo heel erg veel. In Eindhoven had je een paar cafés. Onder andere de Poort van Kleef, daar kan ik me nog herinneren. Was echt een heroïnecafé. Nou, dat was in Eindhoven veel anders dan, denk ik, misschien hier in de Randstad. Dat een soort... Ja, Sodom en Gomorra, daar moest je echt wel ver vandaan blijven. Dan had je nog een café op Statum Zijnt in Eindhoven over de bakkerij, daar werd dan gebloot. Maar daar had ik niet zoveel mee. Het was meer toch drank, bier, bakootjes, noem maar op. Maar niet echt drugs was aan mij niet zo besteed. Nee. En merkte je toen je dat hoorde dat je meer bent gaan drinken of een beetje rebels bent geworden? Ja. Nee, dat kan ik wel zeggen. Ja, er echt wel gekke dingen meegemaakt in die tijd. Ook wel opgepakt toen, ook wel eens een nachtje vastgezeten. Op een gegeven moment, dan moet je ook een beetje geluk hebben. En ik had een mentor op school die dat wel een beetje goed zag eigenlijk. En die me een beetje onder zijn hoede nam. Uh-huh.
Want als je die mazzel dan niet hebt, ja, wat ik zeg, dat kan zomaar de andere kant op gaan. Ja, kan zo de andere kant op schieten. En daarom kan ik me ook altijd wel storen aan mensen die dan reageren op als iemand iets vertelt en er zijn dingen misgegaan in zijn jeugd en dat hij daarmee bepaald gedrag probeert te verklaren. Dan wordt heel snel gezegd, ja, slechte jeugd en blablabla. Bla, bla. En nou nee, dat doet er natuurlijk echt toe hoe je opgroeit en wat je meemaakt in je jeugd. En dat kan echt een omslagpunt zijn. Zeker weet, vooral als er trauma's in het spel komen. Zeker, ja. Dat neem je gewoon mee naar de oudere leeftijd. Ja. En dan kan het gewoon naar de oppervlakte komen. Ja. Dingen die gewoon in het verleden zijn gebeurd, kunnen later gewoon echt een heel groot deel van je leven overheersen. Als je er niks aan doet, ja, dan kun je verliezen in drank, en drugs of iets anders. Ik vind het overigens nooit een zaligmakend excuus. Want ik ken ook heel veel mensen die ook hele traumatische, nare dingen hebben meegemaakt in hun jeugd. Mm-hmm. En die het wel gewoon goed hebben gedaan. Uiteindelijk die demonen hebben overwonnen. Mm-hmm. En wel een normaal leven hebben geleid. Maar het kan wel iets verklaren. Ja, absoluut. Het werkt eraan mee. Maar ook net wat jij zegt, van ik had een mentor. Weet je, als je iemand hebt in die tijd dat je zo voelt, die jou vast kan pakken of je dingen kan zeggen of je stimuleert of in je gelooft, ja, dan heb je toch een duw in je rug van iemand. Maar als je dat allemaal niet hebt en je hebt alleen maar mensen om je heen die... Ja. Dan is dat is een heel ander geval. Ja. Heel moeilijk. Ja. Mag je nog een persoonlijke vraag stellen? Ja, heb je daarna nog contact gekregen met je biologische vader? Nee. Nee, dat ik het gevoel had om dat te moeten doen, omdat ik eigenlijk een soort van boos was. Nou, naarmate je ouder wordt, dan begrijp je eigenlijk ook wel meer. Zo. Geen idee. Dat klonk dit niet best. Dit hebben we nooit... Nou ja, John is er in. Nou, dan hoop ik niet dat er een kausaal verband is. Ja, zullen we even kijken? Hij wacht hier niet bij zijn chip. Maar ze renden weg, kleine jongens. Ja, bizar hè? Vuurwerk in een raam. Bizar hè? Maar, nee, maar bij jou, hier beneden? Nee, niet bij mij. Hier beneden heb je nog een sportschool. Dat is een cobra of zo. Maar ik denk toch even kijken. Ja, toch? Voor heb ik. Even kijken. Ja. Alles ook toch? Ja, toch? Ja, waar waren we gebleven? Jij vroeg iets. De vader. Ja, was het vader wel eens dat je boos was. Ja. Boos. En toen was het boom. Ja, meteen. Dat was precies een soort hoorspel. Ja. En toen? Ja. Nee, dus ik was daar in eerste instantie was ik daar eigenlijk boos over. En ik voelde me een beetje in de steek gelaten. En vooral het feit dat hij mijn moeder in de steek had gelaten. Maar uiteindelijk, dan word je zelf ouder. En dan realiseer je ook van, hoe oud was hij? Ik geloof ook iets van 21 of 22. En ik kan me voorstellen, als je op die leeftijd te horen krijgt van, dat je vader wordt. Dat je er helemaal geen zin in hebt. En als je dan uit een ander land ook nog komt. En ik begreep dat hij toen veel reisde door Europa. Ja, dat hij zoiets had, laat lekker zitten en ik ga lekker terug naar Marokko. Mm-hmm. Ja. Dus die boosheid is wel verdwenen. En daarna is eigenlijk ook niet meer de behoefte ontstaan om verder naar hem op zoek te gaan. Hoewel ik dat natuurlijk, ik zou dat wel moeten kunnen. Ja. Ik heb wel meer mensen opgespoord in de verre landen. Maar ik had er niet de behoefte meer naar. Nee. Weet je nog waar hij leeft? Nee, zelfs dat weet ik niet. Zelfs dat weet je niet. Dus je wordt zelf natuurlijk ook ouder. Maar, en misschien leeft hij wel niet meer. Maar goed, het zou wel kunnen betekenen natuurlijk dat je half hoers of half zussen hebt. Of andere familie nog. Maar, zou het van familie zijn, John? Dat zou familie zijn. Of jij? Dat is gewoon mijn broer. Mijn broer. Maar je bent wel met je gezin. Dat las ik toen ooit een keer. Dat vertelde je me. Ja. Dat je dan met je hele gezin naar Marokko bent geweest. Ik ben voor werk veel in Marokko geweest. Ja, dat is logisch. Ja. Maar ik ben ook op vakantie wel geweest. Ik vind het een fantastisch land. Ja. Ik kan werkelijk niet begrijpen dat daar ook met zoveel, zou ik bijna willen zeggen, ontzag wordt omgegaan met politie of andere overheid. En hoe dan Marokkaanse jeugd hier in Nederland zich af en toe gedraagt. Dat vind ik toch heel moeilijk te verklaren. Ik vind het ook moeilijk te verklaren, maar ik vind het ook moeilijk om daar mijn stempel op te drukken. Dat weet je wel, dan denk ik van waarom, hoe kan dit? Weet je, als je ziet in Marokko, het sociale gebeuren daar is heel groot. Hè? Als je daar tegen een lantaarnpaal aanschopt, dan komt de voorbijganger die zegt, wat ben je aan het doen?
Ja. Is die van jou? Is die van je moeder? Nee. Ja. Dan krijg je daar al een paar klappen. Ja. Ja, en hier durf je al niks meer te zeggen als iemand een ander slaat op straat omdat je bang bent. Weet je? Die sociale controle daar is al veel groter. Weet je? Heel veel mensen lossen het zelf op. Als er iemand een zakkenroller te pakken krijgt, dan wordt niet de politie gebeld. Maar dan gaat het publiek gaat hem even aanpakken, zodat hij nooit meer een zakken rolt. Dat is toch een... ik weet niet. Ik vind het heel lastig. Daar hebben hoge heren zich over gebroken. Maar ik kom er ook nog steeds niet uit. Waarvoor dat hier zo werkt en in Marokko niet. Ja, het is niet alleen voor Marokko, denk ik. Want ik zag laatst ook bij jou, volgens mij, op Ontvoerd, John. Dat je ook ergens was dat mensen gewoon, als je ergens staat met de auto, dat ze meteen komen kijken van wat je komt doen. Ja. Dus. Nee, maar daar, ik weet nog, op een gegeven moment reden we op een beetje op een verlaten weg. En er staan, ja, dat gebeurt hier ook wel, maar er staan daar twee agenten met zo'n lasergun. Dus ik moest stoppen. En ze spraken, ik spreek geen Marokkaans en zij geen Engels. Dus zij lieten zo dat ding zien van dat ik 70 had gereden. Dus ik zeg, nou, ik wilde eigenlijk zo dat apparaat pakken. Want ik denk, ja, dat is gewoon, ze begonnen meteen, geld moest betalen. Dus, maar nou, dat was niet de bedoeling, dat ik zo aan dat apparaat kwam. Dus ik kreeg al meteen pats en het werd meteen heel... Okay. Maar dan voel je ook al meteen niet meer de neiging om in discussie te gaan of wat ook. Nou, dan moet je hier eens naar die politie-series kijken. Ik maak ze zelf ook. Ja. Van hoe agenten hier bejegend worden. Ja. En ik vind dat heel anders en heel lastig ook. Ja. Hey, maar toen ben je gestopt. Waarom ben je gestopt eigenlijk bij de politie? Ik had eigenlijk leuk werk gedaan. Ik had die undercover tijd, die politietijd gehad op straat. Ik was nog een paar jaar... Je was ook zat bij de Serge? Ja, bij de Serge heb ik gezeten. Ik ben undercover agent nog twee jaar geweest. CID? CID, ja. Criminele inlichtingendienst. Ja. Dat was daar een onderdeel van. Dat heette pseudokoop. En dat kwam er eigenlijk op neer dat we ons voordeden als drugshandelaar. En dan op die manier probeerden drugs te gaan kopen en dan op het moment dat de drugs geleverd werden, dan stond er in de buurt een arrestatieteam klaar. En dan werd het hele clubje opgepakt, onder andere dus ook de kopers. Dus ik was als pseudo-koper, als politieman. Ja. Zak over het hoofd, handen op de rug, door het arrestatieteam afgevoerd. Alleen bij mij ging dan natuurlijk om de hoek van de straat gingen de handboeien weer masker af. En de verkopende partij, die werd voor een aantal jaren opgeborgen. En speelde je dan een rol? Ja. Was je iemand? Ja? Ja. Met pruik? Nee, ik had toch haar. Snor? Oh, jij met haar? Ik had haar. Maar ik kan me voorstellen dat je gaat verkleden, toch? Om goed... Nee, maar dat is levensgevaar natuurlijk. Als je, kijk, aan zo'n transactie gaat een heel onderhandelingstraject. We gingen niet voor een paar gram. Nee. We gingen echt voor de kilo's. Ja. Dus je moest wel praten met mensen. Je moest het vertrouwen winnen. Je had meerdere gesprekken. Soms in een hotel of bij iemand thuis. Of in weet ik veel waar. Op een parkeerplaats. Dus daar kon je niet met een scheef zittende pruik. Dus je moest echt wel gewoon een goed verhaal hebben. Ja. En dat was dat. Ja, ik noemde het. Je moest goed kunnen acteren, toneelspelen. Ja. Maar feiten was natuurlijk gewoon. Het hing allemaal van leugen en bedrog. Hing het aan elkaar. Ja. En ongeveer de helft van de gevallen. Dat je probeerde een deal te maken, vertrouwde de tegenpartij het niet. En de andere helft wel. En dan. En vaak was het omslagpunt. Dat als er gesproken werd over geld. Over hoeveel ga je moet je dan betalen per kilo of zo. En dan had je toongeld, heette dat dan. Dat was dan geld wat we meekregen, wat je niet mocht afgeven. En dan moest je dat tonen om de overtuiging te kunnen geven aan de verkopende partij. Van die jongens zijn goed voor hun geld. En dan zag je wel, en dan zag je bijna die dollartekens in hun ogen komen. Ja. En dan ging het meestal wel goed. Ja. Ben je nooit, hebben ze je nooit geprobeerd te rippen daarin? Nou, daar zijn we wel eens dichterbij geweest, ja. Want het is al natuurlijk een hele andere tijd. Toen gebeurde die heel erg vaak. Ja, maar dat gebeurde toen ook, hoor. En eigenlijk, daarom was het ook zo risicovol. En nu achteraf, ik denk als mijn kinderen nu zouden zeggen... Goh, ik wil undercoveragent worden. Ik zeg, ben je wel goed bij je hoofd? Maar wij stapten eigenlijk overal naar binnen. En we deden toch wel heftige dingen op dat vlak. Want we zijn ook echt wel een paar keer door het over en uit gekomen. Want wij gingen dus... We mochten wel wapens meenemen, maar dat deden we toch niet. En het was wel ook altijd de afspraak, als de deal zou plaatsvinden, dat we elkaar dan even fouilleerden, dat er geen wapens in het spel waren. Maar achteraf hoorde je dan, of via de informant of bij de arrestaties, merkte je dan toch dat er altijd wel pistolen of erger nog wel automatische wapens in het spel waren. En hoe lang heb je dit gedaan, John? Twee jaar. Dat was toen de maximale tijd. Oh, maar toen was het nieuw.
Dus het inzetten van een undercover agent was toen redelijk nieuw. Dat we praten nu over 87 tot en met 89. Dus dat opsporingsmiddel was eigenlijk helemaal in Nederland nog niet zo vaak toegepast. Dus bij de ene na de andere liep in de val, zeg maar. Ja. We hebben denk ik in die twee jaar hebben we in totaal 98, want dat weet ik nog goed, 98 handelaren kunnen betrappen op die manier. Ja. En waren sommigen ook onder invloed? Nee, dat niveau. Ik heb één keer meegemaakt. Dat was een taxichauffeur die eigenlijk bemiddelde voor een groep Engelsen die coke verkochten. Op een gegeven moment kwam ik met hem in contact. Hadden goed contact, kwam wel eens bij hem thuis. Dan krijg je het verhaal, want je mag niet uitlokken dat hij eigenlijk uiteindelijk het aanbod moet doen van ik kan wel coke regelen. Dus ik kan het wel kwijt. Ik heb een Duitse vriend die zei, daar kunnen we goed aan verdienen. Laten we dat proberen. Oké, hoeveel wil je hebben? Laten we beginnen met een pondje. Het pondje mochten we dan van justitie door laten gaan. Okay. Dus dan wist je, het vertrouwen is er. En dan moet er vervolgens een kilo geleverd worden. En dat was dan de afspraak, kilo, die pakken we wel. Ik dacht, die gozer woonde in de binnenstad. Ik dacht, ik ga naar zijn huis en dan ligt daar een kilo en dan reken ik af. En toen zaten daar drie Colombianen en een Engelsman die ook al vier lijntjes hadden neergelegd. Zo van, nu gaan we ze eerst eens eventjes lekker de woel opwarmen. Ja. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Als undercover agent mag je geen drugs gebruiken. Maar daar hadden we een foefje voor. Oh. Dus, want cocaïne is natuurlijk een beetje vettig. En als je dan, dat moet je natuurlijk niet te vaak doen. Maar als je dan je hand op zo'n lijntje legt. Oh ja? Snuiven ze op en dan zit het gewoon eigenlijk grotendeels. Dan moet je geen zwarte broek aan hebben, maar dan kan je zo een beetje. Je maakt er wel het juiste geluid. Ja, toch? Ja. Geluid klopt er wel. Geluid klopt er wel, ja. Ja, maar dat lijkt me. Maak je nou de triggers los? Of? Nee. Okay. Bij mij niet. Bij jou, Reda? Nee, absoluut niet. Nee, maar het is wel wat je vaak afvraagt. Hè? Wij kijken natuurlijk heel veel van die series en van die dingen dat je doet. Dat zo'n agent zegt: oké, probeer. Dat die agent zegt: nee, ik probeer. Ja, ja dan, wat doe je dan? Ja, dan, dat, in jouw dat geval. Is, dat, ja. Maar eigenlijk moet je natuurlijk de situatie gewoon vermijden. Ja. En zeggen van straks gaan we dit doen, maar eerst even die zaken afhandelen. Ja. Wat zou je doen, John, als hij boven je staat en hij staat echt te kijken naar je, dat je denkt, hier kom ik niet meer weg. Ja, dan zou je het moeten doen. Dat zou je doen. Ja, wow. Ja maar goed, dan kan je niet meer, dan kan de zaak niet meer voor de rechter worden gebracht. Nee. Dus dan is eigenlijk de zaak. Dat is eigenlijk je eigen leven redden op dat moment. Ja. Dan ja, komt het eigenlijk op neer. Nee. En waren jullie dan gewired, zoals het zegt? Nee. Ja, een aantal keren wel. We hadden op een gegeven moment, was toen voor die tijd heel geavanceerd in onze riem. Okay. Hadden we microfoons zitten en een zender. Ja. En we hadden een semafoon. Dat had je toen in die tijd. Hè? Alle criminelen liepen met semafoons. Semafoon is zo'n bakkie? Zo'n pieper. Oh, een pieper. Pieper. Dan kon je opgepiepen, maar die semafoon was omgebouwd. Dus daar kon je een teken mee geven. En buiten stond dan het arrestatieteam of je begeleidingsteam klaar. En die konden dan op die manier weten of alles in orde was. Ja. Je had nog geen mobiele telefoons in die tijd, toch? Dat begon eigenlijk aan het einde van die pseudoco-periode begon dat. En toen kregen we zo'n grote accu kregen we mee. Ja, een ijskast. Zo'n plakzender. Ja. Dan was je helemaal de man. Ja. Dan liep je echt. Sommigen hadden iemand bij zich om die telefoon te dragen. Ja. En dan zat je in de bar aan de bar en dan zet je zo die zender op de. Dan was je helemaal dan de man. Dan was klaar. Ja. Ik ben wel eens achter iemand aangelopen. Die had dat ding en die was aan het bellen. Ik denk, wat is hij nou aan het doen? Gewoon achter die man aanlopen. Gewoon te kijken van, is dit echt? Ja, echt niks. Ja. Wauw, ja. Hey, toen ben je gestopt bij de politie? Politie, ben ik bij de Telegraaf gaan werken. Ja. En hoe kwam die overstap dan? Waar was je Ik had twee jaar bij de politie bij het stafbureau communicatie gewerkt. Ja. Omdat ik schrijven altijd heel leuk vond. En er was een politieblad, het tijdschrift Amsterdamse Politie. Daar zochten ze auteurs voor. En ik heb me toen aangemeld. Dat was zo leuk dat ik daar fulltime voor dat blad ben gaan werken. Ja. En een soort krantje. En zo leerde ik journalisten ook op die afdeling kennen. Klaas Wilting was toen de grote woordvoerder, het grote gezicht. Oh, ja. Dus ik vond dat leuk en ik vond dat interessant. En toen eigenlijk aan het eind van die politietijd, toen ontstond er een vacature bij de Telegraaf. Toen belden ze of ik daar wilde komen werken als politieverslaggever. Politieverslaggever, ja. En toen heb ik een paar jaar gedaan. En toen, het een kwam het andere. Ik ging onderzoeken doen. Je kreeg de IRT-affaire. Je kreeg de opkomst van Johan V, Klaas Bruinsma, de Hells Angels. Alles wat eigenlijk vanaf die tijd ging spelen. Daar ben ik over gaan schrijven. Ja. Maar drugs heeft wel altijd centraal gestaan
in zeg maar, mijn onderwerpkeuze. Dus georganiseerde misdaad. En als je het hebt over georganiseerde misdaad, dan is dat voor 75% natuurlijk drugsgerelateerd. Ja. Dus, want je was ook een van de eerste die schreef over Desi Boutersen. Ja, nou, NRC Handelsblad, Marcel Hanen toen en ik, ja. Wij hebben daar heel veel over geschreven. Ja. Ja. Ik kwam voor de eerste keer in Suriname toen na de Belmer-ramp. Je had toen, nu heb je allerlei vormen van smokkelmethodes, maar je had toen, en dan praat ik ook al een hele tijd terug, had je de discocouriers. Dat waren jonge, gewoon blanke Nederlandse jongens, die werden, ja. Meisjes werden in discotheken geronseld. Ja. Om voor een paar centen dan naar Curaçao kregen ze een week vakantie. En dan moesten ze terug, moesten ze dan spullen meenemen. Oké. Okay. En het waren toen nog gewoon blokken, hè? Ja, 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 die werd gewoon zo in de koffer. Dus die ging eigenlijk 20 kilo. Ja, ging dat niet meer door en toen werden het opeens heel veel slikkers. Klopt, ja. Klopt. Dus nou, dat kwam natuurlijk uit. We zaten daar gewoon een aantal, ja, eigenlijk gewoon Amsterdamse scholiertjes. Die zaten daar in de Koraalspechtgevangenis op Curaçao. Nu heet het Bon Futuro. Oh, ja. Dus ik ben daar met een aantal ouders, moeders toen naartoe gereisd om voor de Telegraaf een verhaal te maken. En net in die week stortte die El Alboing neer op de Belmer. Ja. Toen ben ik doorgereisd naar Suriname. Toen kwam ik voor de eerste keer in Suriname. En daar kwam ik zoveel ook criminelen tegen. En trouwens nog eentje met wie ik zaken had gedaan in mijn undercover tijd. En toen ben ik me wat meer in Boutersen gaan verdiepen en het Suri-kartel. En zo kwam dat eigenlijk, zo kwam ik daarin verzeild. Ja, dus eigenlijk van Curaçao kwam je naar Suriname en Boutersen. En al die andere landen eromheen, want daar ben je, ja. Ik wilde zeggen, een graag geziende gast, maar jou... Bij sommigen wel. Maar is dat die, voel je dat niet, tenminste, ik zou bang zijn als ik over zo'n onderwerp in zo'n land zou gaan schrijven, omdat je toch weet dat je tegenslag krijgt. Of hoe zie je dat? Maar ik heb, ik heb een hele lange tijd wilde ik heel graag correspondent ook in die regio worden. Ja. Op Curaçao of Suriname. Omdat ik wel zag, daar is zoveel nieuws te halen op dat vlak ook. Ja. Maar ik kwam eigenlijk steeds meer tot de inkeer van, nou, dat is misschien niet zo'n goed idee. Je kan beter invliegen en dan je verhaal maken op het moment dat je weer weg bent. Want precies om die reden. Was het natuurlijk niet helemaal van gevaar ontbloot als je over in die strontputten zich gaat zitten roeren daar. Ja. Dus meestal deed ik het dan zo van, nou, dan deed je een week onderzoek of twee weken. En dan op weg dat je terug was, dan zorgde je dat het in de krant kwam. Ja. En dan was je daar in ieder geval alweer weg. Ja. Ja. Waar komt ook de interesse van alles wat met drugs te maken? Waar komt dat vandaan? Heb jij in je nabijheid familieleden? Of... Nee, dat niet zozeer. Maar ik zag wel vanaf dag 1 dat ik natuurlijk in Amsterdam terechtkwam. Ja. En dat was echt nog de tijd dat de hele Zeedijk vol stond met verslaafden. En echt de zwartste tijd eigenlijk van Amsterdam. Met 53 tot 55 drugsdoden per jaar. Bijna iedere week werd er wel een Duitser met een heroïnespuit in zijn armen gevonden. Ergens op het Damrak in zijn heel Achenebbes hotelletje. Klopt. Ja. Dus ik heb die keerzijde heb ik heel goed meegemaakt. En daar ontstond wel mijn interesse. En ik heb dus ook gewoon vanaf, wat ik net zei, ik was 18, 19 toen ik hier in Amsterdam ging werken. Alle ellende in alle proporties, in alle vormen en hoedanigheden veroorzaakt door drugs heb ik meegemaakt. Dus ik, dat loopt drugsverslaggeving, drugsbestrijding, dat loopt echt als een rode draad door mijn loopbaan. Ik heb zoveel ellende meegemaakt op dat vlak. Dat ik ook met de beste wil van de wereld niet kan begrijpen dat er partijen zijn die echt, maar waar ook slimme mensen, intelligente mensen zitten, politieke partijen bedoel ik, die dan pleiten voor legaliseren of vrijgeven of reguleren. Ik ben er fel op tegen. Nee, dat gaat voor een verslaafde die echt verslaafd is, die de ziekteverslaving heeft, gaat dat niet werken. Nee. Dan heb je gewoon elke dag, dan vallen er gewoon dood. Ja. En die vallen er nu al, maar dan echt in bosjes. Dat denk ik ook. En ik ben ook niet tegen het gebruik van drugs, hoor. Ik ben er echt niet als mensen dat kunnen doen. Maar ik ben wel het misbruik er tegen. Want ik heb gezien wat er achter gesloten deuren doet. Wij, ik en Najib, die helpen heel veel mensen. Maar wat we ook zien wat er achter de deuren gebeurt. Ja. Het is niet alleen van de verslaafde zelf. Ja. Maar het hele gezin raakt ontwricht. Ja. Maar niet alleen het hele gezin, de hele maatschappij raakt ontwricht. Vandaar dat wij, onze hart die ligt echt bij het... we willen echt het taboe doorbreken. We hebben gezien dat heel veel mensen dat geprobeerd hebben, maar dat is niet gelukt.
Nou, ik vind het super knap van jullie dat je überhaupt het bespreekbaar maakt. En het zijn, kan ik me ook voorstellen, periodes waar je niet met heel veel plezier op terugkijkt. Maar dat je dan toch die stap durft te maken om te zeggen van nou, al red ik er maar eentje van dezelfde ellende, dan is er al veel gewonnen. Absoluut. Dus ik vind het buitengewoon knap. Ja, want... En John, wat we zeggen net van het vrijgeven, dat gaat niet werken. Zie jij een oplossing? Wat is de oplossing? Als ik die oplossing zou hebben, zou ik waarschijnlijk de Nobelprijs winnen. Ja, daarom. Als jij het aan mij vertelt, dan vertel ik dat. En dan win ik die Nobelprijs. Nee, wat mij nu het meeste zorgen baart eigenlijk, is het normaliseren van drugsgebruik bij jongeren. Ja. En als ik zie hoe er een nieuwe generatie nu opgroeit vanaf... pak een beetje 12, 13, 14 jaar... die echt gewoon het idee heeft van... nou, drugsgebruik is volstrekt normaal. Ja. En dat begint dan met blowen. Ballonnen. Ballonnen, lachgas, andere rotzooi. Tot als je op die leeftijd al begint... dan zit je op je 16e zit je aan de coke. Of aan de pillen of andere rotzooi. Ja. En dat vind ik, dat is ons als volwassenen... of oudere volwassenen, vind ik met heel veel... heel erg te verwijten. Ja. Dat we dat hebben laten gebeuren. Want ik vind, kijk, we proberen nu dat te reguleren. Of we krijgen nu met proeven met staatswiet kweken en dat soort ongein. Ik vind het echt te bespottelijk voor woorden. Want je vergroot alleen maar de afzetmarkt en het aanbod vergroot je. Terwijl ik vind, wat een deel van de oplossing zou kunnen zijn. En dat is niet de oplossing, maar wel een deel van de oplossing. Probeer nou eens ook eens iets aan die vraagkant van drugs te doen. Dus ga niet alleen kijken naar het aanbod. En probeer niet alleen kilo's in beslag te nemen of drugshandelaren aan te pakken. En dat moet ook allemaal gebeuren. Maar probeer ook gewoon die vraag heel substantieel te verminderen. Want daar tref je de drugshandel het hardst mee. Want het is natuurlijk gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Zolang er vraag blijft naar drugs. En we zijn nu een hele nieuwe generatie eigenlijk al klaar aan het maken voor als klant. Voor die hele grote groep criminele organisaties die daar hun geld mee verdient. Ja. Dus waar ik voor zou pleiten is veel meer aan de voorkant. Dus met die jongere generatie beginnen. En dan met name richten op volksgezondheid. Want drugs is eigenlijk niet een criminaliteitsprobleem, maar een probleem van volksgezondheid. Dus ook voorlichting? Voorlichting. Bewust maken. Maar ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar er is ook jaren geleden waren hele campagnes van kook de witte sloper. Ja, dat kan ik ook nog herinneren. Om mensen op de gevaar te wijzen. Zien jullie nog wel eens campagne? Anti-drugscampagne, als je gaat kijken, inderdaad. Helemaal niks. Maar anti-alcohol reclame? Ja. Ook niet. Nou, anti-gok? Ja, maar daar zijn allemaal nog wel regels. Ja, dan heb je nog de Bob. Ja, dat is de Bob. Ja. En met roken ook. Maar drugs... Er wordt wel tijd hoor dat het weer komt. Ja. Hoor. Vooral op voorlichting op scholen. Want je ziet wat je net zegt ook. Bijvoorbeeld lachgas. Ja. En 3MMC. Dat soort dingen. Ja. Dat kan je gewoon bestellen op het internet. Ja. En de hele jeugd. Er komt een nieuwe generatie aan. Er stond vandaag ook in de krant. Wat we hadden met ballonnen. Een explosie aan lachgasverslaafden. Ja. En dat is iets wat je toch nog legaal kan krijgen. Ja. Ja. En wat je nu ziet is dat heel veel jongeren die aan de lachen zitten ook de volgende stap namen naar tuurlijk, coke. Tuurlijk. Dat zien we bij ons ook in de kliniek heel vaak gebeuren. Maar het begon met coke en een paar weken later zitten ze aan de coke. Ja. En dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, ja, ik vind het dramatisch. En hoe kan het nou toch dat niet in volle omvang duidelijk wordt? En hoe kan het dat de overheid, maar ik vind ook ouders, maar ik vind ook sportverenigingen, scholen spelen een hele belangrijke rol. Allerlei maatschappelijke instanties. Ja, ik ben er geen tegenstander van om drugsvrije scholen te gaan creëren. En gewoon iedere scholier te testen op drugsgebruik. Maar het is ook heel krom, hè? Want alcohol is eigenlijk ook een drug. Ja. Maar als een leerling stopdronken in de klas zit, dan wordt hij toch naar huis gestuurd. Ja. Ja. Maar er wordt toch helemaal niet gecontroleerd of iemand stoont in de klas zit of nog helemaal zit te trippen van pilletjes of andere rotzooi. Dat is nog heel moeilijk zeg maar te zien soms. Hè. Ja. Je hebt nu wel bij controles dat je zo'n swipe krijgt of dat ze je testen op drugs. Dat was vroeger ook helemaal niet. Weet je had gedronken en daar moest je vooruit kijken. Maar was je stijf van de coke of de heroïne, weet ik van wat dan? Ja. Ja, dat werd niet gecontroleerd. Ja. Maar dat heeft ook te maken met gedrag. Oogbeleid en dat soort dingen hoor. Want het is, weet je, aan de ene kant, het klopt het allemaal niet. En weet je, het is heel moeilijk uit te leggen, ook aan de jongeren, dat je het wel mag kopen, maar dat je het niet mag verbouwen. Ja, dat is niet uit te leggen. Dat is niet uit te leggen. Nee. En daar ontstaat al iets, want het komt natuurlijk van boven, van de hogere hand. Ja. Daar moet het gebeuren. Ja. Daar moet het gebeuren. Zolang het daar niet gebeurt,
blijft dit zich herhalen. En ik maak me helemaal druk, want wat ik nu begin te zien is dat die crystal meth. Ja. Nou, als dat, ja. zoals en oxycodone en al die dingen, als ja. dat Nederland voet aan aarde zet in Nederland, ja, dan zijn we echt de zaak hier. Ja. Ja, ik snap niet dat, ik wil hier helemaal geen politiek verhaal van gaan maken, maar dat zo'n partij als D66, ik heb daar hele discussies ook over, dat die dus echt er gewoon voor pleiten om dat allemaal maar vrij te geven. En niet alleen softdrugs, maar ook harddrugs. En eigenlijk ga je toch gewoon mensen, en met name jongeren, zeggen van, nou weet je, er zit geen enkel gevaar bij, pak het maar. En het maakt allemaal niet uit. Je laat mensen zelfmoord plegen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Als je dat gaat vrijgeven, is het een heel langzame zelfmoord. Ja, ik vind het mooi dat jullie vanuit je eigen ervaring dat ook gewoon constateren en zeggen. En nou, we hebben onze grote professor in de misdaadkunde, Ming Kok, die in Beirut is opgepakt. Die gewoon met droge ogen zegt van, nou, cocaïne is niet verslaafd. Ja, dat heeft hij gezegd, hè? Dat, ja, bij een aantal jaren geleden bij Danny Goos een keer in een interview. Ja. Dat interview kwam nu weer naar boven water. Want ik zat berichten te maken over zijn arrestatie. Toen kwam ik er tegen. En hij staat gewoon met droge ogen te vertellen. Ja, dank je de koekoek dat hij dat vertelt. Als je er gewoon tientallen miljoen euro's per jaar aan verdient. Ja. En die heeft er geen belang bij om zijn verdienmodel om zich te helpen. Nee. Ik had het niet geloofd als ik het niet had gezien. Het is dat jij het net liet zien. Ja. Maar ik had het niet geloofd. Ja. Ja, hij zegt het gewoon. Als je weet wat cocaïne met mij heeft gedaan. Ja. En doordat ik het ben gebruiken, wat het met mijn omgeving heeft gedaan. Ja. Het kan alleen maar zijn dat je er gewoon ontzettend verslaafd bent. Ja. Het is echt, ik werd bijna boos toen ik het zag. Weet je, want ik word er heel verdrietig van. Want ik denk van wauw, weet je, als je zoiets kan zeggen. Ja, voor mij heeft het echt kapot gemaakt. Ja, ik vind het misdadig. Het is een van de meest verslavende drugs die er is. Ja. Daarom is de vraag ook zo groot. Dat is niet verslaafd, maar je gebruikt het een paar keer net. En vooral dat roken ervan. Bij mij was het omgeslagen in het bezen. Ja. Nou, dat is zo verslaafd. Maar geloof je, want jullie zijn dan zeg maar ervaringsdeskundigen, maar geloof jullie in probleemloos cocaïnegebruik? Dat krijg je dan ook vaak. Ja, maar ik neem eens één keer in het weekend neem ik eens een keer een snuifje en that's it. Zeg altijd verslaving, hè? Ik ben verslaafd. Verslaving is de enigste ziekte met een leuke fase. Het is de enige ziekte met een leuke fase. Heb ik het gezellig gehad? Heb ik het succesvol kunnen gebruiken in het begin? Jarenlang. Ja. Maar uiteindelijk heeft het zich tegen mij gekeerd en heeft het me in mijn kont gebeten. Op een manier, daar lusten de honden geen brood van. Het is echt verschrikkelijk hoe dat zich in het begin een paar keer gebruiken. Oh, is dit alles waar mensen zich druk om kunnen maken? Ik neem een snuif en ik denk, wat kan er nou gebeuren? Nou, als je weet wat er in de tussentijd is gebeurd. Ik heb in detentie gezeten, ik heb fouten gemaakt. Ik ben de criminaliteit ingegaan. Ik heb mijn dochter pijn gedaan. Ik heb mijn moeder pijn gedaan. Iedereen die om mij heen met reden te maken heeft, heb ik pijn gedaan. Ja. En dat kwam puur omdat ik aan de drugs ben gegaan. Ja. En ondertussen was ik zo gedemoraliseerd dat ik iedereen de schuld gaf van mijn keuzes. Ja. Dat is ook wat drugs met je doet. Gewoon totaal emotioneel afgestompt. Ja. Dus is het verslavend voor mij? Jazeker. Ja. Heb ik andere mensen gezien die het succesvol konden gebruiken op de manier waarop ik het gebruikte niet? Nee. Maar er zijn dus mensen waar ik soms naar kijk. Ik denk, wauw, hij kan gewoon een biertje drinken of een wijntje. Ja. En dan gaat hij weer. Weet je? Maar een verslaafde wil altijd meer. Ja. Die fles wijn moet op, er moet er eentje mee. Weet je? En het is ook met gebruik ervan. Je hebt mensen die kunnen gewoon gebruiken in een weekend en op een feestje. Ik ben blij voor hun. En ik ook, ja. Maar wij verslaafden, wij kunnen dat niet. Wij gaan door, weet je. En daarom is er ook één is te veel. Ik vond het fascinerend in jouw boek te lezen natuurlijk hoe dat... Ja. Kijk, je weet het wel, maar als je dan als je dat dan vanuit jouw mond leest of hoe je dat opgeschreven, ik vond het echt zeer indrukwekkend. Ja, maar dat is het, weet je, het is die eenzaamheid en je denkt dat je de enige bent die zo gek doet en dan trek je je terug. Ja, en dan is er geen stop of is er niemand die naar je kijkt. En ja, dan ga je nog meer gebruiken. Ja. Dat je zelf helemaal... Stiekem, hè? Stiekem. Het is niet zoals drank, weet je wel. Hey, ik drink het ergens. Het is cocaïne. Je moet sowieso moet je het ergens halen. Ja. Door dit te doen. Heb je wat? Snap je? Dan moet je het nog ergens gaan klaarmaken om te gebruiken. En dan mag niemand het weten. Het is niet dat het zo... Nu trouwens wel, hè. Nu gaat het gewoon zo rond. Weet je wel, het is nu een soort van sociaal ding geworden. Hè? Op sommige feestjes. Ja. Ik ben er ook wel eens op feestjes geweest. Ja, inderdaad, dat het gewoon als je wat wil, dat je denkt, wat? Ja. Vroeger
daarvoor moest het in het geheim. Dus ja. Zie je ook een verschil tussen, in jouw tijd als agent, toen je werkte, het verschil van de drugs en het geweld en dat nu? Of is dat altijd al zo geweest? Ja, dat is altijd zo geweest. Maar in de periode dat ik agent was, was cocaïne eigenlijk nog wel echt gewoon een rijke luis druk. Ja. Dat was toch veel meer heroïne. Wat er toen speelde, en dan heb ik het over de jaren 80. Ja. En eind jaren 80, toen begon cocaïne meer populair te worden. En ik zag je Zuid-Amerikaanse bendes die hier kwamen om het te verkopen. Ja. Die hebben echt gewoon het op de markt gedumpt. Om een markt te creëren ook. Ja, ja. En die prijzen gingen dalen. Dus, en vanaf eind jaren 80 kwam natuurlijk de ecstasypil en zo. En alles wat daarna allemaal gebeurde. Ja. En nu zie je, draait het alleen nog maar om coke. Ja. Of althans voor een heel groot deel. Dat is natuurlijk het grote verdienmodel. En de crystal meth is natuurlijk de groeimarkt. En dat lachgas en andere dingen. Maar de grote bulk waar het geld mee wordt verdiend is natuurlijk nog steeds coke. Dat is het meest stabiele is altijd coke geweest. Ja. En je ziet, er zijn zulke, ik weet niet of jullie dat een beetje volgen nog, maar ik wel. Zulke mega partijen coke in beslag genomen de afgelopen 2-3 jaar. Als je, heel veel, als je dat, en dan wordt er wel eens gezegd, misschien 10-15% wordt gepakt. Als je dan probeert een voorstelling te maken wat er dan daadwerkelijk binnenkomt. Ja. En waar gaat dat dan allemaal heen? Ja. Het is onvoorstelbaar. In de neus. Ja. Het gaat allemaal in de neus. Hey, maar waar ik nog benieuwd naar ben. Net zei je van, ik ben wel eens op feestjes geweest dat het gewoon werd aangeboden. Ja. Was je toen ook al agent? Nee, dat was eigenlijk meer in een periode nog als verslaggever, journalist. Nee, maar ik heb er ook wel een oog voor natuurlijk. Ik denk dat je... dat misschien heel veel mensen dat dan ook niet zien, maar ik zie dat wel. Ja, dat maar dat gebeurt ook heel veel, ook in de jet set, ook bij televisie. Alhoewel, ik moet echt eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar misschien komt het dan dat ze dat in mijn aanwezigheid niet durven of willen doen. liever niet bij John, staat het in de krant. Neem straks over, John is er. John is er, bergop. Hi John. Ik heb nog nooit, als we een half uur voor Boulevard zaten, nog iemand snel eventjes neus volgens je. Nee, maar het is als je van elkaar weet, dan is dat zo. Weet je, als je het niet van elkaar weet, ga je niet het risico nemen dat je, dat iemand zegt, wat doe jij nou? Ja. Dat is een dingetje. Wat ik ook tegen hem zeg, als ik in het buitenland ben, ze zagen het aan me. Alles goed, yeah. You want some? What? Yeah. You want? What? Ja. Weet je, nu word ik daar boos om. Maar toen, hoopte je, of als je ergens bent, dat is die aanspraken. Ja. Dat is die herkenning. Ben je wel eens zo'n televisieshow ingegaan? Spijtig genoeg heb ik daar kan ik ook niet meer naar kijken. Dat is vreselijk, ik vind het vreselijk. Dat was bij Wie Ben Ik? En het is ook gewoon duidelijk te zien. Dat kan ik me nog wel eens... toen heb ik wel, toen ik het boek las... Ja, toen dat viel was het kwart, want wij hadden een keer vroege opnames. Ja. Kan ik me herinneren. Ja. En ik zat volgens mij ook in jouw team. Ja, ja, yes. En jij stond om 9 uur al te zweten. Man, vreselijk. En een beetje jij speelde mee met Wie Ben Ik? Weet je, kijk, je weet, je gaat gebruiken, weet je wel. Maar bij mij was het altijd van na de show. Weet je wel, na de show, dan kan het. Ja. Dat kan niet, maar dan heb ik niemand er last van. Nee. Ja, dus mij privé. Maar niet als je gaat werken. Maar ik was toen al 2 dagen wakker. En ik moest Wie Ben Ik opnemen. Ja, vreselijk, met 150 man en allemaal andere bekende Nederlanders. Ja, zag je het daar ook zo? Ik zie nu wat anderen ook zagen. En toen kwamen ze ook naar me toe. Ja, ik schaamde me kapot. Maar toen kwam voor het eerst mijn broertje, voor de tweede keer, mijn broertje. En toen zei maar het zijn toch een beetje wat. Ja, ze vragen, heeft Najib gebruikt? Ik zei, natuurlijk niet. En nog steeds in die ontkenning. Ja. Maar gewoon zo overduidelijk op de tv. Ik kan die beelden ook niet meer terugzien. Ja, die staan dan ook weer op, weet ik veel. Nee, dat snap ik. Ja. Ja, ik had wel een vermoeden, maar ik ben dan ook niet zo dat ik zeg van, heb jij wat? Nee. Maar dat is een periode waar ik me enorm voor schaam. Omdat ik het gewoon zelf zie. En omdat ik denk van... Kijk, je brengt jezelf in gevaar. Niet dat ik in dat spel iemand in gevaar bracht. Maar ook hoe ik deed. Want ik dacht bij het spel, het moet zo snel mogelijk. Ze hebben het ook een paar keer gestopt. Van Jeep, het gaat erom dat het leuk is. Ja. En ik denk, ik moet het raden. Dus ik zat heel hard. BH! Ja. En dan zei Wendy weer even stoppen. Jeep, het gaat er niet om dat je gewoon even zo... Maar ik ging ook in discussie. Nee, maar dat zei ik net ook. Ja. Ja. Nou, spoel maar weer terug. Ja, dat is echt live, hoor. Het is een fucking spel, jongens. Ja. Wie ben ik? Dat vroeg ik me daar toen af. Wie was ik? Nee, maar godzijdank, man. Ik ben echt blij dat ik die periode achter me heb gelaten. Maar het is een... Ja, nogmaals, weet je. Kijk, als je ergens als normaal iemand van kan genieten. Hè, genotsmiddelen. Ja. Hè, een keer een pilletje en dan uit je dak gaan op een...
Maar dat gaat bij mij niet. Maar heb je nou niet, of jullie nou niet een godschuwelijke hekel aan die gasten die daar geld mee verdienen? Die dat, dus zelf dat is ook niet voor verslaafd mij zijn. Ja, dat is voor mij ook heel dubbel. Ja. Want ik denk, hè, ja, daarom vroeg ik jou, hoe zie jij de oplossing? Moet je alles plat gooien, daar waar het wordt gegroeid, maar die boeren, ja, dat win je, die dat win je, nee, dat win je die nooit. Oorlog maar, tegen drugs, hoe ga je hem aanpakken? Ja, nou die oorlog die hebben we natuurlijk nooit gewonnen en die gaan we ook nooit winnen. Nee. Dus dat is wel een punt. Maar wat ik zeg, een onderdeel van de aanpak moet veel meer zijn terugdringen van vraag. Ja. En in ieder geval op zijn minst die generatie die nu opgroeit, behoeden voor veel ellende. Ja. En naarmate je natuurlijk de vraag minder wordt, ja, daar tref je die bendes ook het meest mee in een portemonnee. Maar je moet veel meer maatschappelijk doordringen dat welke risico's hier aan kleven. En niet maatschappelijk doordringen van het kan allemaal wel. En we gaan het onder overheidsvlag gaan we het allemaal verkopen ook nog eens. Dat is toch debiel? Nee. Ja, ik zie ook, nou goed, dat zie jij nog meer dan ik. Ik zie gewoon de ellende die het voortbrengt aan de jonge opkomende coke-dealertjes, runners. Die er van alles voor doen. Die mensen neerschieten voor een paar duizend euro of 100 euro. Ja. Dat ik denk, wauw man, waar zijn we in beland? Maar wie gaat er nog van in met name bepaalde wijken, maar eigenlijk ook voor heel veel plekken, andere plekken in Nederland ook. Welke jongen van 14, 15 gaat nog vakken vullen bij Albert Heijn als hij een aanbod krijgt van ga pakjes rondbrengen en je krijgt een meier per avond. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon het probleem. Ja. Het is ook een fantasie. Hè? Ik ga het niet onder stoelen en banken schuiven. Ik ben al heel jong als ik begon in de criminaliteit. En ik weet gewoon voor mezelf, dacht van dit is het gewoon. Ja. Alleen er zitten langdurige consequenties aan vast. Ja. Waar een jongere helemaal niet aan denkt. En dan komt ook dat stukje ego. Ja. En dat bravoer komt. Ja, maar ik ga niet zo eindigen. Ja. En dat is heel moeilijk om weg te halen. Ja. Ja, maar ik ben niet zo dom als hem. Hij had het gewoon niet moeten doen. Ik ben veel slimmer dan hem. Ja. Dus het is eigenlijk een vicieuze cirkel waar je niet uitkomt. En haat ik de mensen die het op de markt brengen? Ik vind dat een hele, hele verwarrende vraag. En ik zal je vertellen waarom. Ik heb het zelf gedaan. En ik heb het zo lang gedaan en ik heb het zo lang gebruikt dat ik me daar nooit echt bij in verdiept heb. Nee, ik weet wel wat verslaving met mij gedaan heeft. Dat puur dat die ziekte in mij zit, dat ik niet kan stoppen. En wat ik op een gegeven moment ben gaan doen en totaal mijn waardes en mijn normen aan de kant heb geschoven. Puur om gewoon high te zijn, omdat ik niet op een gezonde manier met mijn gevoelens kon omgaan. Daar lag mijn focus de hele tijd op. Ja. Ik zal je vertellen, ik was eigenlijk heel erg blij dat ik druk zat in het begin. Want ik wist in godsnaam niet hoe ik met die angsten en met die lage eigenwaarden en met die onzekerheid moest omgaan. Ik wist het echt niet. Ik denk als ik dat niet had gehad op jonge leeftijd, meen ik serieus, denk ik dat ik mezelf wat had aangedaan. Dat is wel weer een grote tegenstelling eigenlijk. In de zin van eigenlijk dus in die fase heeft drugs jou geholpen om... Ja, in het begin ontwikkeling door te maken en dan vervolgens wordt het je grootste vijand. Ja, dat is wat verslaving is. En die drugs, is de drugs. Kijk, als je drugs bij mij hier neerzet, is er niks aan de hand. Maar als ik het in dit systeem zet, dit hier wat zit, wordt het echt een probleem. Ja. Dus toen ik ben gaan gebruiken en de alcohol, dat was eigenlijk de oplossing voor mij op dat moment. Hè? Op dat moment. En ik raad niemand aan om dat te doen, maar op dat moment was het voor mij de oplossing. Voor wat? Voor het onderliggende probleem. Ja. Want toen je de drugs bij me weghaalde, toen werd mijn leven niet beter. Nee. Mijn leven werd juist een paar weken later... voelde ik weer iets in mij wat weer angst en een soort rusteloosheid. En dan werd ik wakker neerslachtig. En dan dacht ik, what the fuck is er met mij nou aan de hand? Ja? En als ik gebruikte, hoefde ik dat niet te voelen. Dus op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik niet meer met drugs kon. Maar ook niet meer zonder drugs. En toen werd het echt een probleem. Ja. En toen moest ik iets anders daar tegenover zetten. Toen ben ik in herstel gegaan. Ja. Ben ik aan mezelf gaan werken. Traumatherapie gehad en zo. Dus wat deed drugs met mij? Het zorgde ervoor dat ik niet hoefde te voelen. Dus eigenlijk wat ze ook op scholen moeten leren, is om hoe je op een gezonde manier met je gevoelens moet omgaan. Ja. Dat soort dingen. Dat is wel de basis. Dat is wel de basis. Ja. En daar hebben we het niet over. Dat hoort eigenlijk een vak te zijn op school. Hoe ga ik met gevoelens om van boosheid? Hoe doe ik dat? Hoe spreek ik mezelf uit? Leren communiceren. En met wie kan ik praten? Met wie als kan je ik bijvoorbeeld praten? Geen vader hebt of geen vaderfiguur. Ja. Maar wie ga ik, weet je, om een verhaal vertellen? Of wie luistert naar mij? Of wie kan mij steunen? Ik denk dat daar heel veel te halen valt, absoluut. Ja. Nou, ik denk dat daar ook wel de kern van het probleem ligt. Als we het hebben over groepen als, dat noemen ze dan de mokromafia. Maar dat is natuurlijk breder dan alleen mokro's. Maar
dat wat jullie net zeggen, dat eigenlijk een soort missen van een klankbord of ja, van een ouder of ja, iets dergelijks. Dat je daar en dan ga je natuurlijk in een bepaalde verkeerde kring komen. Ja. Ja. En dan komen er drugs in het spel en veel geld en materialisme. En voordat je het weet, ben je 30 jaar verder en denk je van ik heb 20 jaar in de bus gezeten en ik heb alleen maar naar buiten gezwaaid. Ja. En heb je daar dan nu, als je het, ja, klinkt misschien niet heel triviaal, maar heb je daar dan spijt van? Of ik heb heel lang spijt gehad. Ja. Echt heel lang spijt. En het is, weet je, John, ik heb, geloof me, ik heb een fantastisch leven op dit moment. Als je mij 4 jaar geleden had verteld dat mijn leven er 4 jaar later zo zou uitzien, had ik ruzie met je gemaakt. Want dan zou ik denken, ik zit al in pijn en jij gaat me nog in de maling lopen nemen. Ja. Met je vertellen van hoe geweldig is. Echt, ik geloof er echt niet in. Ja. Heb ik spijt? Ik weet niet of het spijt is. Ik denk dat het zo is gegaan zoals het had moeten gaan. Ik heb 20 jaar van mijn leven ben ik verloren om clean te worden. Ik heb tussen de 30 en 40 klinische opnames gehad. En ik denk dat ik dat allemaal heb gehad van iets van bovenaf. Ja, dat ik op dit moment heel veel mensen weer kan gaan helpen. Ja, dat vind ik echt super mooi. Dus is dat spijt? Nee, ik denk dat ik wel spijt heb dat ik mijn moeder en mijn dochter en de mensen om me heen, mijn dierbaren, zoveel pijn heb gedaan. Daar heb ik wel spijt van. En dat ik mezelf natuurlijk pijn heb gedaan. Hè? Ja. Dat vergeet ik heel vaak. Ik heb mezelf heel veel pijn gedaan. Ik heb mezelf zo naar beneden gehaald. Ik heb mezelf zo verloochend. Ik heb zo gelogen tegen mezelf. Daar heb ik heel veel spijt van. Want ik heb, weet je, ik was heel manipulatief naar de buitenwereld. Maar uiteindelijk ben ik degene die dat allemaal moest dragen. Ja. Toen ik clean werd, kwam mijn geweten terug. En toch, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Hoe ga ik dit ooit nog goed maken? Gelukkig ben ik met die 12 stappen aan de haal gegaan en dat doet Najib ook. En heeft hij mij erin getrokken? Nee, absoluut. Voor mij is het ook, als je die vraag ook aan mij stelt, heb je spijt. Weet je, ik denk dat dit had moeten gebeuren, zodat ik nu dit ben. Weet je, zodat ik nu opensta om anderen te helpen, om dit door te geven. Ik kan die mensen niet helpen, ik kan ze de weg wijzen, weet je wel. Ja. De weg van, hey, luister hoe ik het heb gedaan, want dat is de vraag. Ja, ik weet het niet meer, heb je advies, hoe heb jij het gedaan? En dan vertel je hoe jij het hebt gedaan. Dan komen er veel mensen naar jou of naar jullie toe van. Ja, dat is niet normaal. Het is gewoon op dagelijkse basis. Podcast is het echt ontploft. Ja. Echt ontploft. Ja. Echt mensen waar ik het niet verwacht had. Mensen van vroeger. Moeders. Moeders, kinderen. Jongens vanuit de stad die ik ken. Hè? Vanuit uit het oude leventje. Zelf ook een reden. Ik heb er genoeg van. Man. Ik wil echt wat aan mijn herstel gaan doen. Wat jullie doen is echt fantastisch. Ik had nooit gedacht. Ik wist wel dat we weer mensen zouden bereiken. Maar niet zoveel zoals nu. Het is echt heel erg bijzonder dat ik een zip mogen doen. Dat is ook mooi. Dat jij er bent. Om het van jouw kant ook te horen. Hey, je hebt de broer van Pablo Escobar. Want dat had ik ook nog gelezen. Die heb jij ontmoet in de gevangenis. Ja. En dat was voor een reportage van een televisieprogramma? Nee, het was eigenlijk voor de krant. Oh, het was voor de krant? Ja, ik was samen met Joost de Haas, een collega, die was correspondent in Amerika. En die had ergens op een site gezien dat de boer van Pablo Escobar een boek zou gaan uitbrengen. Ja. En die had zoiets van, nou, we trekken de stoute schoenen aan en we doen gewoon een interviewverzoek bij die uitgever. Ja. Met een verhaal van een van de grootste kranten van Europa. En we willen graag spreken, dus nou, we mochten komen. Ja. Maar toen hebben we daar 3 dagen voor de gevangenis in Medellin gestaan. En toen bleek hij daar helemaal niet te zitten. Toen bleek hij in een soort van privékliniek te zitten. Want hij had een bombrief in zijn cel gehad. Ze hadden hem in de cel hadden ze geprobeerd hem op te blazen. En toen had hij die brief had hij binnengekregen. En die had hij opengemaakt. En toen zag hij draadjes zitten. Toen heeft hij hem weggegooid. En toen op dat moment ontplofte hij. Maar omdat het in een kleine ruimte was, was hij door de enorme luchtdrukklap eigenlijk, was hij doof geworden. En was hij in een privékliniek geplaatst door de overheid. Want ze hadden geprocedeerd. En hij had aangevoerd, dat is de schuld van de overheid dat ik nu doof ben. Dus hij mocht daar revalideren. Maar hij was ook half blind geworden. Dus wij naar die kliniek. En toen uiteindelijk mochten we niet binnen en het was ingewikkeld. En op een gegeven moment, we waren het zo spuugzat. En op een gegeven moment, opeens mochten we weer wel binnen via kruipdoor, sluipdoor. Toen had hij waarschijnlijk daar zelf wat mensen omgekocht. En toen mochten we, want hij wilde wel graag dat verhaal vertellen. En toen bleek hij een beeldschone verpleegster ook nog te hebben. Ja, hij was stekenblind, maar hij kon natuurlijk nog wel gelukkig voelen. Ja. Dus hij was, maar dat was een bijzonder verhaal, joh. We hebben daar uren gezeten om dat verhaal aan te horen. Omdat ik natuurlijk
Ja, ook bij de politie, maar ook daarna veel over die hele materie schreef en zo, was het wel bijzonder om eens een keer met hem een gesprek te voeren. Maar ik ben heel veel in Colombia geweest, heel veel in Bolivia ook en andere drugsproducerende landen. Ik ben 2 jaar geleden vlak voor corona nog in Colombia geweest, maar ook met zo'n anti-drugseenheid mee geweest. Echt de velden in waar dat dan waar die laboratoria ook zijn en dergelijke. Nou, je weet niet wat je ziet. Je vliegt in een helikopter, vlieg je gewoon een half uur, 3 kwartier alleen maar over coca-velden. Zo. En dan realiseer je pas van hoe immens dit allemaal is. Ja. En hoe moeilijk het te bestrijden is. Ja. En ze hebben nu natuurlijk een groot probleem, want ze mogen bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken in verband met milieueisen. Dus er is een enorme productieoverschot eigenlijk. Die stashes daar, die puilen uit. Dus ze sturen die megapartijen, sturen ze maar vooral naar West-Europa. Ja. Ja. En het komt allemaal hier terecht. Ja. Maar puur weer om markt te creëren. Dus op jullie vraag net van hoe zou ik moeten tegengaan? Ik denk dat je daar gewoon die barrières moet opwerpen. Door in ieder geval ervoor te zorgen dat er niet nog meer vraag gaat ontstaan. Ja. En vind je ook dat de gebruiker hier ook een soort van schuldig is aan alles wat er gebeurt? Aan de hele oorlog, de mensen die doodgaan. Ja. Dat is toch iemand die hier vraagt om... Ja, dat vind ik wel. Kijk, een heel groot deel van het gebruikersvolk, die zal je daar niet met die boodschap niet bereiken. Nee. Dat is precies wat jij ook net zei, van als je er helemaal middenin zit en zwaar verslaafd bent, dan interesseert je dat geen... Dat interesseert het je. Maar ik denk wel dat er een groep misschien... de yoga-snuivers of de weekend-snuivers of de Zuidas. Ja, en al die gasten die misschien dan wel gewoon in de fase nog zitten van recreatief gebruik. Die nog wel enigszins, waarvan je nog enig intellectueel vermogen mag verwachten. Dat je als je bij die mensen die boodschap brengt, dat ze misschien toch ook nog wel gaan nadenken. Van misschien is er, Peter R. de Vries is doodgeschoten. Goh, wat verschrikkelijk zeg. Maar realiseer je eigenlijk wel dat de hele mechanisme en de hele criminaliteit die daarachter zit, coke gerelateerd is. En omdat jij je snuif wil hebben, er dit soort geweld plaatsvindt. Dat je die boodschap mag echt wel wat meer en wat harder naar buiten worden gebracht, denk ik. En dan hoop voor de mensen die nog niet hebben gebruikt ook nog. Ook. Maar ook degene die wel gewoon denken van maar ik ben een probleemloze gebruiker. En wat doe ik daar nou kwaad mee? Om af en toe eventjes een snuifje te nemen. Nou, je houdt een hele criminele economie hou je in stand. Ja. Hey, en jij schrijft daarover, je bent een crime fighter, boeken, programma's. Maar dat heeft ook, dat eist ook zo'n tol. Want je wordt beveiligd al een aantal jaren. Ja. Wat voor impact heeft dat op jou nu? Ja, dat is... Hoe vindt het? Nee, ik ben niet. Nee, ik ben niet. Maar kijk, je vindt wel een bepaalde modus om ermee om te gaan. En op een gegeven moment, je rolt in een bepaalde situatie die ik ook niet voorzien had. Ik had, op een gegeven moment ergens in 2015, 2016 begon wat meer in volle omvang duidelijk te worden. Wat voor een monster er eigenlijk was gebaard in de vorm van een criminele organisatie. En ik zat in die periode heel erg met het Holleder-proces was ik bezig. De zus Holleder, hier bij de bunker vond dat proces plaats. Maar er gingen wel gekke dingen gebeuren. Er waren liquidaties, echt heftig. Bij mij is de omslag een beetje geweest toen Martin Kok werd geliquideerd. Die misdaadblogger bij Bocaccia in de omgeving van het Gooi. Toen dacht ik wel, want die Kok was voor de eerste, die was natuurlijk ook wel een beetje raar, maar die was voor de eerste die een man en paard ging noemen. Ja. En die ze ook een beetje belachelijk ging maken op zijn site en dergelijke. En die werd opeens doodgeschoten. En vanaf dat moment had ik zoiets van, maar hier is iets raars. En toen ben ik met een collega, ben ik me daarin gaan verdiepen. En wij kwamen met verhalen en dergelijke. Alleen de hoofdpersonen die hadden in het milieu geroepen van wie mijn naam noemt, die gaat eraan. Ja. Maar die boodschap hadden wij niet zo goed meegekregen. Ik weet niet of het veel verschil had gemaakt. Maar dat deden ze dus echt. En het begon met een brandende auto naar binnen rijden bij de Telegraaf en een raket naar binnen schieten per panorama. Maar het ging van kwaad tot erger. En ik ben denk ik in 2 jaar tijd wel 5-6 keer gewaarschuwd. Van kijk nou uit, want ze gaan je echt vermoorden. Ja. Ze waren het echt van plan. Ja. En ik ben nog altijd degene die de beslissing heeft genomen om mij op een gegeven moment de persoonsbeveiliging te gaan geven. Die heeft denk ik mijn leven gered. Ja. Want anders was dat denk je toch op een andere manier afgelopen. Maar is dat iets wat jij zelf kan weigeren ook? Ja, mijn collega Peter, die heeft daar een hele zware tol voor betaald om dat te weigeren.
Ja. Want ook hem is gezegd, kijk uit, want je leven loopt gevaar. Ja. En ja, die heeft dat afgeslagen. Althans, die wilde niet, zeg maar, er is sprake van hoge dreiging. Nou, dan kun je je niet laten beveiligen door twee veldwachters achter je aan op de fiets of in de auto die af en toe een oogje in het cel houden. Dan moet je... Ja, in een streng regime. Ja. En hij had daar geen zin in. En ik, ja, ik vind het diep en diep triest wat er is gebeurd. Ja, absoluut. Absoluut, wij ook. Dus eigenlijk, jij moet je hele, hoe zie ik dat voor me, je hele agenda afgeven. Ja. Want overal waar jij heen gaat, daar moet gecheckt worden. Ja. En je hebt ook geen idee voor wanneer, toch? Nee, ik heb me daarbij neergelegd. Dat zal nog wel een hele poos gaan duren. Ja. En ja, als het eerder is, dan is het eerder. Dan is het fijn. En als het niet zo is, ja, dan zal ik daarmee moeten leren leven. Er zijn ergere dingen. Maar leuk is anders. En hier heb ik dat beroep niet voor gekozen. Want journalistiek is eigenlijk synoniem voor vrijheid. Ja. En als ik nu een telefoontje krijg van een goede tipgever. Van John, kan je even langskomen? Ik heb een prachtige vrouw. Kom even daar. En die kroeg, dan ga ik je vertellen. Kan niet. Nee. Want dan moet ik, dan moeten allerlei voorbereidingsmaatregelen worden getroffen. Ja. Dus dat is wel jammer. Denk je, ben je hier veel mee bezig in je hoofd ook? Het geeft wel stress. Natuurlijk een gezin. Ja, natuurlijk. De afgelopen 5 jaar dat dit speelt, geeft enorm veel stress. Ja. Maar goed, ja, ik heb dat gaat gelukkig een aantal goede mensen om me heen die me ook steunen. En ik krijg, dat gaat ook wel weer kracht door alle andere dingen. Dus nogmaals, er zijn erge dingen in het leven. Ik kan leven, ik kan ook nog leuke dingen doen. Ik ben absoluut niet zielig of wat, ook in tegendeel. Ik heb nog steeds heel leuk werk wat ik gelukkig kan doen, dankzij die beveiliging. Ja. Maar het is natuurlijk niet zoals het hoort. Het is natuurlijk eigenlijk, als je het goed beschouwt, krankzinnig. Dat je omdat je gewoon je mening geeft of omdat je dingen beschrijft, dat je daarom, dat andere mensen je daarom om zeep willen helpen. Ja, absoluut. Ja, ik... nou goed, wij kennen elkaar al een tijdje. Ik volg je al een tijdje. Ik jou ook. Lees jouw boeken, jij mij ook. En, ja, natuurlijk. Nee, maar ik vond het heel erg mooi dat je hier bij ons aan die tafel wilde. En jouw kant wilde belichten. Over toch een onderwerp wat gewoon heel veel losmaakt. Heel veel doet met de wereld. Maar ook met mensen die daarbij betrokken zijn. Slachtoffers, maar ook de daders. Mensen die rijk ervan worden. De corruptie die daar ontstaat. Van hoog tot... Ja. Wereldleiders. En ik denk dat we hier op onze eigen manier aan moeten trekken, aan moeten vechten. En jij doet het op jouw manier. En ik bewonder je enorm. Ik ben trots op je. En ik ben erg blij dat je hier bij ons aan tafel wilde schuiven. Nou, het is mooi dat je dat zegt. Maar dit is volledig wederzijds. En dus niet om elkaar veer in de reet te gaan steken. Want zo zitten we allemaal niet in elkaar, denk ik. Nee. Maar ik vind het echt knap dat je op deze openhartige manier probeert in ieder geval wat mensen, wat dingen mee te geven waar ze over kunnen nadenken. John, wat zou je ons nog mee kunnen nemen als het gaat over de taboe doorbreken? Want het is natuurlijk al vaker hebben mensen dat geprobeerd te doen. Het gaat heel erg goed. We staan echt stappen aan het maken. Maar we zijn wat je nu doet is zo immens belangrijk. Misschien onderschatten jullie dat zelf wel. Maar gewoon het bespreekbaar maken. En vanuit je eigen ervaring vertellen wat jullie is overkomen. Want iemand die dit niet heeft meegemaakt. Dat is toch altijd anders aanhoren dan op het moment dat je zelf in die situatie zit. Dan mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. En dat zijn jullie. Dus ik zou dat op veel grotere schaal gaan doen. En misschien moet je wel denken aan andere media ook. Aan televisieseries of weet ik veel wat. Maar het moet echt gewoon veel meer voor het licht komen, vind ik. Maar goed, ik geloof dat er heel veel mensen naar deze podcast luisteren. Dus het goede begin is gemaakt. Daar zijn we ook echt heel erg dankbaar voor. Ja, wij zijn dit gaan doen om meerdere mensen te gaan bereiken. Gewoon puur om mensen gewoon te informeren, inspireren en te motiveren. Om de juiste stappen te nemen. Om wat aan hun probleem te doen. En we zien gewoon dat het echt nu open aan het gaan is. En daarom zijn we ook ontzettend dankbaar dat jij vanavond bij ons aan tafel hebt gezeten. Tuurlijk. Nou, veel succes, jongens. Voor alles wat je met ons gedeeld hebt. Ook dankjewel voor je eerlijkheid. En je graag gedaan. Openheid. Graag gedaan. Top. Dankjewel. Ja, dit was hem weer. Jongens en meisjes, dames en heren. Jullie die hebben gekeken en natuurlijk jullie die gewoon aan het luisteren zijn. Dit was Wat kan er nou gebeuren? Met John van den Heuvel en mijn sidekick en Mattie tegenover me. Reda Saleh. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel.